Nou, ik denk dat we mogen spreken van een zeer succesvolle twee weken. De eerste week staat volledig in het teken van Pieter natuurlijk, met zijn etappewinst en vier dagen roze trui. Nou, de tweede week Kruiswijk, zijn klassement goed neergezet. 13e plek op dit moment, met vooruitzichten nog voor beter. Nou, en de tweede week is ook, als je dan naar de ploeg kijkt, de laatste vijf ritten. Vijf ontsnappingen, vijf keer meegezeten. Pieter heel goed, eigenlijk heel de ploeg gewoon heel goed. Ja, dat geeft gewoon aan dat we in de breedte gewoon, gewoon als ploeg heel goed bezig zijn. Je gaat vooraf aan zo'n Giro, heb je natuurlijk een strijdplan. Je gaat bedenken, wat gaan we doen? Is het nou boven verwachting, volgens verwachting? Of zeggen jullie wel, nou, we hadden eigenlijk nog veel beter gekund? Ik denk dat, dat het iets beter is dan we vooraf gehoopt hadden. Zeker doordat Pieter die rit wint en dan vier dagen de roze trui pakt. Je hoopt op de ritwinst. Je weet dat dat moeilijk is met het parcours wat we vooraf met Steven hoopten we dat we dit gingen kunnen doen. Beetje evenaring en beter dan vorig jaar. Nou, daar, op die lijn zitten we ook. En als je ziet hoe de mannen die hier nog zijn, hoe die doen. Het enige wat jammer is dat Tom Jelte zwaar valt en dat we die hier niet meer hebben. En die hadden we heel graag hier nog wel erbij willen hebben. Jullie hebben de ritwinst te pakken en meer is misschien de roze trui. Dan zou je al zeggen, Giro is geslaagd. Toch zijn jullie elke dag bijna in de juiste ontsnapping. Er is nog een week te gaan. Is dat de lijn die jullie door gaan trekken? Nou ja, als je kijkt ook naar vorig jaar, dan denk ik dat dat gewoon makkelijk moet kunnen. Nou, dan zeg ik makkelijk. Dat lijkt weer makkelijk. Maar als je helemaal in die focus zit en de moraal is goed en de sfeer is goed. En de jongens die willen ook. Dus hebben zelf ook die motivatie. Dat ze zelf ook echt willen. Nou, dan blijkt het dus dat het dan ook kan. En dat er dan ook heel veel mogelijk is. En de verwachting is wel dat we gewoon de ronde op een hele goede manier gaan afsluiten. Mooi rondje, hè, de Giro. Super. Keizer, maar fantastisch om te doen. Heel veel succes en tot in Milaan. Dank u wel. Zo, gaan de mannen ophalen. Oh, de dure reben. We gaan Rudy, ja, dankjewel hè? Jongens. We hebben mooi kunnen schieten. Super. Rudy. Ga je heen? Rudy, ja. Hey, ciao hè. Ciao. Grazie. Grazie mille.